Kijk, Europa is niet een natuurlijk sentiment. Het natuurlijk sentiment is Winschoten, is Friesland, desnoods Nederland. Maar alles wat groter is, is steeds meer bedreigend. Want voor de meeste mensen betekent globalisering niet iets positiefs, iets negatiefs. Maar globalisering zal doorgaan. En de Europeanisering is, wat mij betreft, juist een middel om de globalisering iets meer onder controle te krijgen, iets menselijkers te laten zijn. En daarom de nationale context een steun te geven. Maar daarvoor moet je wel bereid zijn om te zeggen dat de keizer geen kleren meer heeft. En die nationale keizer. Laat ik je een ander voorbeeld geven. Bij de eerste staat van de Unie, jaren geleden. Nu hebben we het dus even niet over de Partij van de Arbeid, want dit was typisch VVD. Voor het eerst het Europees Parlement uitgenodigd. Maar er waren onvoldoende zetels in de zaal. En het ging over de sprekers vanuit het Nationaal Parlement. En in die ene partij, ik heb het eigenlijk al verklapt, moesten de Europarlementariërs blijven staan, zolang de nationale parlementariërs niet waren uitgesproken. Ik heb dat schandelijk gevonden en een van de leden die dat is overkomen, heeft ook toen gezegd van ja, dit kan niet verder zo. Ja, dat is een sentiment dat natuurlijk bestaat. Europarlementariërs zijn jarenlang als zakkenvullers betiteld, zijn gezien als mensen die het nationaal niet konden. Ik ben zelf Europarlementariër geworden in 1994, ik heb daar nooit problemen mee gehad, want ik had een hele carrière in Nederland achter de rug. En men kon dus niet zeggen van ja, hij moet wel naar het Europees Parlement, want hij kan niks anders doen. Maar dat zijn uitzonderingen. En ik ben dus heel erg blij dat mensen zoals jij zijn, die natuurlijk de wereld wel begrijpen, maar daar het ook moeilijk mee hebben. En dat nationale parlement zal dus geleidelijk aan moeten veranderen, omdat de wereld verandert. Maar dat zal niet van nature gaan. En dat zal in Nederland met name lang duren, want onze identiteit is steeds meer helaas een identiteit die zich afzet tegen in plaats van initiatieven neemt.